Onze eerste gast is aangeschoven. Ja, iets met dialectmaand. Ja, nou, gast is het natuurlijk niet. Het is gewoon een vriendin van de show. Precies. Maar nog wel een applausje. Annemiek Drent. Yeah! Dank u, dank u. Wat heb jij een vlek voor de knijden? Ja, dat zal ik in Mutlengen op de kant. Ik heb vanmiddag rondje Rensenpark gedaan. We doen de hele dag in Drents, hè? Nou, ja, dat is in Drents, ja. Ja, vanmorgen ging ik rondje Rensenpark. En toen meende ik dat ik met schaapjes praten kon. Toen ging ik helemaal beknijden. En ja, toen is mijn broek een beetje smerig geworden, zeg maar. Oh, ik dacht, je was lekker rollenbanden in de bosjes. Nee, ja. nee, zo ver was het. Maar het is natuurlijk al 22:30 s'avonds, dus ja. Ja, dat kan. In Duster. Maar Annemiek, jij bent hier vandaag in de hoedanigheid van Drentse... Dialectmaand. Hoe heet jouw functie ook alweer? Trouwambtenaar. Nee, dat is niet. Ambassadeur. Ambassadrice. Ja. Van de Drentse taal. Driese. Van de Huus van de Taal. Ja. Van de Huus van de Taal. Huus van de Taal. Dat bist u. Dat ben ik. Dat bist u. Ja, dat ben ik. Ja, we hebben sto hier. En jij bent de hele maand heel druk. Ja? Met boekies. Ja, oh, met Wiesneuzen bedoel jij. Ja, toch? Ja. Wiesneus. Het is toch Meertmond? Maart is, wat is Maarten Drents? Het is Meertmond streektaalmond. Oké, mooi. Mooi. En daarom bist u hier. Ja. Ja. Want, hoe ziet jouw maand eruit? Nou, dat is begonnen met alle scholen in de gemeente en mijn telefoontje doen. Om te vragen of er interesse is om of ze de wiesneus uitdeelden wilt aan alle schoolkinderen. Ja. Onderbouw en bovenbouw. Zo is dat begonnen. En toen zeiden ze, daar hebben we geen zin in. Sommige scholen die gaan daar inderdaad als antwoord. Ja. Jammer genoeg. Oh. Nou, ik doe er even beentjes over elkaar. Ja, ja, dat is goed. Ja, is goed. Vergeet de koffie ook niet. Als het koud om 22:30. Bedankt. Ja. Dankjewel. Ja, ja. Alsjeblieft. Maar de meeste scholen doen mee. Dus de scholen krijgen een boekje. En dat heet Wiesneus. Mag ik even zo'n boekje zien? Ik heb jullie allemaal een metnoom. Oh, voor de hele entourage. Ja, ja, ik heb overal een voor het publiek ook. Ja, ik krijg er allemaal een mee naar huis, mensen. Het is de weggeven show! Ja. En als er nou iemand kijkt, hè? Ja. En die wil het boekje ook. Waar kunnen ze dat boekje kriegen? Als het goed is, als een Drentse school is in de gemeente M, of welke gemeente dan ook in Drenthe, bij school. Bij school. Maar ze stond ook online op www.wiesneus.nl. En dan kun je hem bestellen voor thuis. Je kunt hem online geloof ik ook nog downloaden, maar ik weet niet precies, maar oké, maar even voordat we als een stelletje gekkies doorrazen. Maar ik had bedacht toen ik erin loop, en toen dacht ik, moet je iemand houden aan de mic, want ik heb soms heel veel ideeën, maar dan onthoud ik de... helft niet eens. Nee, dat snap ik. Maar ik dacht, je neemt die wiesneus met. Ja. En we doen hem een challenge. Jullie gaan allebei een Drents verhaaltje vullen. Oh nee, dat kan ik niet. Ja, nee, niet direct zeggen, dat kan ik niet. Nee, dat niet direct zeggen. Proberen. Ja, eerst proberen. Ja, wat gaan we dan lezen? Maar, dat doen we maar eerst even nog, anders wordt het echt te veel chaos. Ja. Dit boekje is op school bezorgd. Ja. En dan? Wat is dan de bedoeling van dit boekje? Nou, normaal gesproken, als er geen coronawest was, dan waren wij met heel veel streektaalvrijwilligers uit de gemeente M, langs alle scholen die zich aanmeld hebben, gaan wij hen te lezen. Ja. En dan lezen wij voor u de wiesneus, in elke klas dan, hè? Ja. En dan mag de kinderen, die mogen dan ook die boekjes dan weer metnemen naar huis, hè? Maar die blijft van de kinderen. Ja. En zo hopen wij toch dat de kinderen een beetje meer geïnteresseerd worden voor onze mooie Drentse taal. Maar is dit een bestaand boekje of is dit elk jaar weer een andere? Of is het de wiesneus, dat is altijd al? De wiesneus is al heel lang, is al een aantal jaar, vanaf wanneer weet ik niet, sorry. Okay. Ja. Met blad heet wel elk jaar de wiesneus. De wiesneus, ja. Alleen nog het jaar wat veranderd, hè? Oh, maar even serieus, wel een compliment gelijk, want ik lees hem gelijk in de deur. Ja. Maar er zit een kleurplaat in. En een puzzelgie. En je kan een leukere. Ja, een allertjescake kan je maken. Wat leuk. En verhaaltjes. En wat ook wel hartstikke mooi is om hem te vertellen. Kijk, normaal gesproken gaan wij dus met alle liefde langs al die scholen, hè, om onze Drentse taal te promoten. Dat mag jammer genoeg niet. Nee. Maar wat hebben wij nou bedacht van het Huis van de Taal? Een livestream. Nee, jongen. Oh. We hebben wat anders bedacht. Dat ga ik nou vertellen. Yeah. Dat is die verhaal die hierin staat. Ja. Ik ben voorlezen en die staat allemaal op YouTube. Ja. Dus de kinderen kunnen ook nog in dialect voor ze wegkomen aflusten. Ach. En heb jij ook een verhaaltje voorlezen? Heb ik ook nog dan. Nou, wat is je druk mee weg? Ach, mama, het is maar. Maar wel heel mooi. Ja. Dit moet even aan Marjan laten zien volgende week of zo als het gewicht dat ze dit gaan maken, want het is de hele Meertmond dialect striktolmond. Die kan ook heel dus goed Dus die moet ook in dit maken, op zijn Drents. Leuk! Nou, echt serieus, de wiesneus wordt echt met heel veel liefde wordt hij altijd lezen op de basisschool. Het is een beetje net als vroeger had je de okkie en de bobo en de tattoo. Of is dat echt mijn... Oh ja, de tattoo. Kennen we dat nog? Ja. Van vroeger, mensen. De okkie. Ja, de okkie. Ja, hè? Ja. Maar dit is wel een leuk bladje. Dit is hartstikke leuk. Bladje? Dit is ook gewoon...
gewoon leuk om te onderhouden en ook leuk om met je kinderen te doen. Ja, absoluut. Maar dit komt één keer in het jaar uit en dat is in maart. In maart, ja. Oké. Okay. Wat wil je dat hij voorleest? Nou, moet dat echt? Ik dacht, ik klets er lekker overheen. Nee, dan we kunnen het doen met die grote letters. Ik denk dat dat wel makkelijk is. Hoeveel tijd hebben we nog? Moeten we niet door? Om langzaam te beginnen. Doe jij dat nooit? Dance for beginners. Oh, dance for beginners? Ja, wat deed dat? Oh, dat is met die kip. Bladzijde. Ja, met die kip. Ja, dan doe jij de bladzijde links en doe ik bladzijde rechts. Mevrouw, als jullie dat nog doen, dan doe ik straks wat knielen, ja? Knielen? Ja. Knielen. Nou, doe maar, begin maar. Oké, dus dit stukje. Of we doen knielen om en om. Dat kan ook, dat kun je wel. Oké, zal ik beginnen gewoon? Ja, begin maar. Een kip kan toch niet vliegen? Nou, dat is toch hartstikke Nederlands. Ja, dat wordt niet zo moeilijk. Ja, maar oh, mag ik even meegrippen? Ja. Hier staat, een kip kan toch niet vliegen, staat hier, hè? Ja. En jij leest vliegen. Maar je zegt vliegen. Oh, de laatste letters weer terug, hè? Mm-hmm, maar je schrijft dan vliegen. Oké, vliegen. Vliegen. Engelien, heb het toch gedaan. Ze heeft het touw goed vastpakt. Is met de luchtballon met gewoon. Goed zo. Ja? Hoog in de wolken, keksum zug. Keksum hug hen. Keksum. Alles lekt zo klein hier vanuit de lucht. Engelien, hou je goed vast. Je moet niet vallen, u de lucht. Nou, dat ziet er niet helemaal, maar ik heb er een mooi verhaaltje van gemaakt. Oh, jij maakt gewoon je eigen verhaal. Ja, zo gebeurt dat hier ook altijd, hè? Improvisation, ja. Dat geeft niks. Nou, jij een stukje. Oh, ook hiervan? Ja, even hoe het moet. Oh, hij moet de vleugels spreiden, rapt de olereiger. En Engelien spreidt haar vleugels zien. Kijk nou, ze vlug. We hadden het er net eventjes backstage over. Kijk, want hier... Backstage? Ja, dat is toch als we er even tussenuit zijn. Nou, je hebt hier een plaatje en dan moet je dus de woordjes gaan opzoeken wat ze hier aan het doen zijn. En hier staat klootschieten. Maar dat is gewoon op zijn Nederlands. Dat is gewoon klootschieten. Ja, nee, maar dat maar hier niet staat vliegeren. En hier staat dat dan weer op zijn Drents. Ja. En dit is dan ook wel op zijn Drents. En ik vroeg alleen net, van, zit daar dan een verband in? Waarom is hier de E weg en daar, daar niet? Ja. Ja, nou, daar heb ik ook weer geen juist antwoord op. Dan moet je even met Huus van der Tal bellen. Het dekt gewoon Want je hebt ook skielen, zonder die E. Maar je hebt dan weer peertrieden. Dat is dan weer wel met een E. Peert. Huppel en huppel. Nou, ik weet wel dat de Drentse taal spreken giet mij nog steeds makkelijker als schrijven. Maar dat komt ook. Drents kent ook zo'n verschillende varianten Drents. En dat is ook wel een beetje lastig. Ja. En waarom dan? Hoe kan zo'n provincie dan zeven taal hebben? Ja, verschillende soorten punten zeg maar, in Drents. En dan spreken ze allemaal zeven verschillende soorten Drents. En waarom praat jij? Allemaal goed. Veenkoloniaals. Oh, ik dat is wel een heel woord op zich. Oh nee. Ja. Maar even nog heel belangrijk, want we weten nu dat dit boekje er is. Veenkoloniaal. Waarom is dit belangrijk? Waarom is het belangrijk dat kinderen dit boekje lezen en dit... Omdat het gewoon heel erg belangrijk is dat kinderen ook weten welke taal ze spreken in de gemeente door de grond waar ze geboren bent. Wat wij hier spreken, en gewoon weten taal. Waar je vandaan komt. Ja. Ja. Ja, ik vind dat gewoon heel belangrijk. En je bent nu dik een jaar ambassadrice? Of ja, gelukt wel. Zoiets, ja. En hoe bevalt dat? Ja, goed. Ja, alleen het is hartstikke jammer. Het jaar waarin ik begonnen ben, was direct dat jaar. Corona. Ja, corona. Dus wij hebben eigenlijk nog niet heel veel doen kunt ook. Jammer genoeg. Maar je blijft dat voorlopig wel? Of is dit een titel die je een jaar hebt? Of blijf je dat nog wel even? Nee. Als ze nog steeds blieden met mij bent, dan blijf ik nog een poosie. Nou, maar wat zijn dan dingen wat jij moet doen? Normaal gesproken probeert wij om in de hele gemeente leuke dingen te organiseren voor jong en voor oud. Ja. Om onze Drentse taal leuk te maken. Want Drents heeft natuurlijk ook wel een hele poos een heel oud imago gehad. En dat is absoluut niet waar. Het is niet, nee. Het is niet suf. Nee, het is heel leuk. Dat laat ook zo'n boekje weer zien, hè, dat het niet suf is. Ja, en dat vinden wij toch wel belangrijk dat dat voor jong en maar ook voor oud, dat dat nog steeds leuke dingen doen. Pubquizzen organiseren om ook gewoon die Drentse taal leuk aan de man te brengen. Want er zijn ook heel veel mensen die nog niet heel veel van Drents afweten, jammer genoeg. Mm-hmm. Dus om spelende wijze gewoon leuke dingen organiseren, muziek en dat soort dingen. Ja, yeah. Om toch met Drentse Drenten te maken. Ja, en wij zijn natuurlijk ook wel echt met Drents. Ja. En wij hebben vorige week, het is misschien ook wel leuk om even bij jou te vertellen, misschien ook wel aan de mensen thuis. We hebben vorige week een gesprek gehad met onze partner in crime wat Drentse zangers betreft. Het programma wat we natuurlijk gemaakt hebben. En daar is in principe nu de kogel door de kerk. Ach, dus we gaan het steeds een zoen maken. Nou, dat doe je hartstikke mooi. Ja, dus wij gaan ook nog weer een lekker Drentse. Daar heb ik al mee gezegd hoor, waar, hoe en wat, dat weten we nog niet. Nee, dat geeft niks. Ja, dus we moeten een leuke plek houden en we moeten hem kick me the mat down. Zouten. Maar we komen terug met mooie liedjes. We komen eraan. Ja. Mooi. Dus als jij dan ook wil langskomen als gastdame en een nieuwe talenten wil helpen, dan maak je ons heel blij. Met alle liefde. Ja, kun je ze niet helpen met schrijven en vertalen en zo?
Wil ik zeker, geen probleem. Maar ook gewoon om als een expert van het eerste seizoen. Alsof een expert. Want jij weet hoe dat giet, zo'n programma. Net zoals Ilan Bakman, maar dan anders? Ja. Nou.